Ik ben Cor Verdoes, ik werk voor de gemeente Nissewaard en ik hou me onder andere bezig met de ontwikkeling van PULS. PULS is een muziekplatform, eigenlijk gericht op jongeren. Um, ...waarbij we dus proberen om, om jongeren te stimuleren om bij elkaar te komen... Om, ...om zich meer bezig te houden met muziek, met kunst en cultuur. We hebben bijvoorbeeld nu een jam-sessie voor iedere maand in, uh, in het centrum van Spijkenissen, ...bij de Murray's, iedere derde donderdag van de maand. En uh, ja, er zijn allemaal hele mooie dingen uit voortgekomen. Het is heel breed qua artiesten wat we allemaal binnenboord hebben. Um, het leukste is vooral zeg maar, dat bijvoorbeeld door die jam-sessies komen er steeds meer nieuwe mensen bij. Um, maar eigenlijk vanuit de origine, zeg maar, vanuit het begin hebben we uit alle facetten van de, de muziekhoeken hebben we wel iemand zitten is het hardrock is het hip hop is het house we hebben DJs we hebben gitaristen, drummers noem het allemaal maar op dus het is echt heel breed mijn naam is Kimberly Peur ik ben de eigenaar van dan Studio KP en um, ik ben uh, artistiek leider van theatershows en ik doe ook uh, wedstrijdteams trainen nou, wij gaan dus gewoon een uh, interactieve workshop gaan we doen, uh, waar ze hun eigen performance kunnen ontleden en dan terug kunnen kijken. Hey, heb ik wel alle stappen uh, genomen die ik zou kunnen nemen? Want ik ga niet zeggen, um, mijn manier is de enige manier. Maar um, ik ben heel erg van uh, inspireren. Dus laten we elkaar inspireren. Laten we kijken hoe we een performance nog groter kunnen maken, nog beter kunnen maken, zodat we allemaal kunnen groeien. We doen onder andere natuurlijk het uh, Spijkenisse Festival. Dat Puls ook een gedeelte verzorgen en um, het leek uh, ons gewoon een heel goed idee om ervoor te zorgen dat de artiesten klaargestoomd zijn om ze dan een stage performance workshop te kunnen geven zodat ze zichzelf ook natuurlijk dan gewoon maximaal kunnen presenteren op het podium. Um, en het allerleukste is daarbij ook nog dat je zo ook de beginnende artiesten, dus de mensen die misschien nog nooit op een podium hebben gestaan, dat je die ook de tips en tricks kan geven om zichzelf te kunnen presenteren op een podium. Ik wil heel graag uh, steeds performance geven aan de deelnemers om te laten zien ja, en, en ook een beetje mee te geven uh, wat ze kunnen doen op een podium. Um, we gaan tijdens de workshop gaan we dus ook um, echt een, een optreden helemaal ontleden. Waar bestaat het uit? Um, uh, denk aan onderwerpen, denk aan kostuum, denk aan uh, lichtplannen. En dan gaan we daar gewoon uh, mee aan de slag. Eigenlijk is er geen verschil in hetgene wat we mee willen geven. Je presentatie is je presentatie. En hoe jij overkomt op mensen, dat is natuurlijk je eerste indruk. En als jij uh, van tevoren al weet hoe jij jezelf gaat presenteren, dan kan je er natuurlijk voor zorgen dat je ook zelfverzekerd overkomt. En in iedere kunstvorm, vooral in de podiumkunst, ligt het vooral natuurlijk aan de presentatie die je meegeeft aan je publiek. Uh, dus ja, van een beginneling tot iemand die gewoon uh, ja, al jaren bezig is, is het gewoon fijn om, om dat gewoon weer eventjes allemaal scherp te krijgen en om dat gewoon uh, weer mee te kunnen nemen voor het komende, komende seizoen natuurlijk. Nou, het is dus eigenlijk uh, in mijn ogen is kunst, kunst. Um, ik ben gespecialiseerd in dans, maar als je zelf een instrument speelt of je bent DJ, um, moet je dat dus eigenlijk vanuit je eigen specialiteit bekijken. En daar zitten dus heel veel gereedschap, noem ik dat ook wel. Uh, uh, hoe je dus aan je eigen performance kan werken. Uh, dat is algemeen voor iedereen. Maar je eigen skills, ja, daar ben je gewoon. Ja, dat is je eigen talent. Het leukste is ook: het is gratis. Het is een gratis workshop. Dus je kan gewoon aankomen bij het Centrum voor de Kunsten op 24 augustus, 7 uur s avonds. Dus een beetje vroeger eten. Um, en dan is het van 7 tot 10. En het is heel uitgebreid. Uh, we beginnen gewoon met een heel programma. En dan krijg je ook de tijd om jezelf te presenteren. Daarna, wie weet, krijg je dan ook nog wat tips en tricks. En dan kan je dat gewoon meenemen in je verdere muzikale. Uh, of in ieder geval podiumkunsten, laten we het zo dan noemen. Kom zeker donderdag 24 augustus uh, om 7 uur naar het Centrum voor de Kunsten. Aanmelden hoeft niet. En dan gaan we gewoon lekker samen aan de slag: aan performing, aan stageperforming. We gaan uh, elkaar inspireren, we gaan groeien en we gaan er gewoon een gezellige tijd van maken.